Maar we zijn in Alfa met z'n tweetjes. Lekker gereden, het was lekker druk zoals jullie zagen. De bosmaaier weer pakken en ik ga weer onkruid maaien. Ik vind het water eigenlijk niet zo heel leuk. Lekker kakken. Hallo allemaal, het is zaterdag en achter mij zien jullie tas, hoesten, helaas. Maar we zijn in Alfa met z'n tweetjes en we gaan een buitenritje hier maken. En als het goed gaat met hoesten, GoPro mee, dus we gaan naar die beelden. Zit lekker op de tas. Lekker tussen al het Jacobs kruiskruid hier. Maar dat eet ze toch niet. Ze is veel te gefocust. Ze loopt lekker door. Wij zijn bijna weer... Oh, daar ging een stukje riet. Nou ja, dat mag wel. Bijna weer terug bij de trailer. Lekker gereden. Ze was lekker druk zoals jullie zagen. En op de heenweg ging ze wel over het Veerozer terugweg. Moest ik even afstappen. Maar dat maakt verder niet uit. Daarna ging ze wel heel braaf eroverheen. Dus ik ben heel trots op haar. Ja, ze heeft wel onderweg gehoest. Daar baal ik wel van. Maar ja. Ik moet het even in de gaten houden. En dan kijken wat ik ga doen.
Als het alleen hoesten is, ja, dan is het goed in de gaten houden. Oh, we moesten even naar boven. En anders dan toch weer met de dierarts contact opnemen. Als ze maar niet weer zo benauwd wordt. Ik hoop het. Ja, we gaan het zien. Wij zijn bijna bij de trailer, dus dan zie ik jullie straks thuis waarschijnlijk weer. En weer thuis, lekker in de wei. Hi, het is zondag. En gisteren ben ik op buitenrit geweest in Alphen met Tasja. En nu ga ik de... Daar staat hij. De bosmaaier weer pakken en ik ga weer onkruid maaien. Maar dit keer in de andere wei. Want de buurman vroeg ook of ik de distels wilde doen, zodat het niet ging uitzaaien naar zijn weiland. Dus dat ga ik nu doen. Ik ga hem pakken, opstarten en dan neem ik jullie mee naar het weiland. Zo'n zwarte kabel, die zit hier vast aan, nou ja, nu even niet, want ik heb het hem losgetrokken, per ongeluk, toen ik hem aan de kant wilde doen, voor het maaien. Dus nu kon mijn vader even helpen. En daar zit ook nog iets los. Vicky, dat is de masker op, omdat je die van jou hebt gesloopt, hè? Ja. Een sok vindt de camera een beetje eng. Maar, ik zag net dat deze mevrouw... paar hoofd en mondje heeft. Dus daar gaan we even zilverspray op sprayen, want alle vliegen zitten er nu ook aan. Hallo. Blijf maar daar hoor. Hoi. Saar. Zo, ik moest er even vasthouden, maar het is gelukt. Het zit op de goede plek. Sorry, Saartje, maar het is wel beter voor je wondje. Nou is ze boos. Alles is nu gedaan. Ik ga nu lekker naar binnen en achter de computer. En dan zie ik jullie volgende dag weer, denk ik. Ik zit hier buiten. Het is maandag. Wat is dat? 16? 18 juli en het is de eerste dag van de superwarme dagen die nu komen. Het was vandaag meer dan 30 graden en morgen wordt het bijna 40 graden. Ik zit nu buiten, nu is het op zich wel oké te doen. Nu is voor de zon een wolk en dan wordt het al meteen wat lekkerder. Pony staan in de stal. Ik had Wik Tasja er kap op gedaan, want hij heeft zijn eigen kap gesloopt. En Tasja, die vindt haar kap vreselijk. Dus die had ik nu een halster met vliegenfrontriem gedaan. En Igor had ook zijn kap op. Wik heeft zijn kap dus weer eraf gekregen. En nu heeft hij een ontstoken oog. Of een, dik oog. Dus ik, ga zo even kijken daarnaar. Verder heb ik de slang, de waterslang, hier bij de poetsplaats neergelegd. En dan ga ik ze allebei zo om de beurt even pakken om even met water te oefenen. Ik hoop dat ze het nu wel lekker vinden. Ze vinden water eigenlijk niet zo heel leuk. Dus je moet goed oefenen. Dus dat gaan we zo doen. En dan moet ik ook Tasja de vliegendeken weer repareren. Want die heeft ze uiteraard weer gesloopt. Hij is nu weer zo erg dat ik hem weer moet gaan maken. Dat zwarte flapje is eraf. Ik had wel eten gegeven, dus dat hoef ik niet meer te doen. Ik moet alleen zo wel... hier in de vuilnisbak zit een nieuw hooi en dat moet ik weer nat maken. Want Tasja is weer aan het hoesten. En Wik en Igor heb ik ook al hoesten, dus iedereen krijgt nu gewoon nat hooi. Dus dat ga ik straks ook weer doen. En ik neem jullie dan mee. En morgen ook. Ik weet niet wat ik morgen ga doen. Ik denk dat ik heel vroeg eruit ga om alvast te mesten, want dat heb ik vandaag ook niet gedaan. Want ik dacht dat Tiomi kwam, maar
Die komt volgende week op de maandag. Dus ik was zelf even in de war. Ik kan ook niet zo goed tegen deze hitte. Dus gaat ook niet zo soepel. Verder heb ik vanochtend vroeg mijn broertje helpen met verhuizen, met spullen pakken. Bij zijn oude huis en dan weer terug hierheen. En verder heb ik op de computer gewerkt in mijn eigen bedrijfje. En een video van Esmee geëdit. En ik ga straks ook weer verder met editen en dat soort dingen. Maar nu eerst eventjes met water spelen, want dat is wel lekker met zo'n dag. Ik had tas er deken, vliegdeken opgelaten, maar ik denk dat die morgen toch maar afgaat, want dit is allemaal zweet. Jullie hebben net gezien hoe het ging bij de paard. Het ging eigenlijk best wel goed. Volgens mij hadden ze door dat het toch eigenlijk best wel lekker was. Maar jullie hadden ook gezien dat de tas echt heel bezweet was onder de vliegendeken. Dus die gaat morgen gewoon af. En dan ga ik even kijken of ik met een spons dan vliegspray op daar kan doen. Want dat spuiten van de vliegspray vindt ze ook eng. Maar ze hebben het allebei echt super goed gedaan met het water. Dus dat is heel fijn. De tas heeft nu ook de halster af met de vliegfrontriem. Het mag vanavond even allemaal af. Ik moet straks nog op zoek naar Wik / Tasha de vliegenkap. En ik moest nog iets doen. Volgens mij heb ik dat ook tegen jullie gezegd, maar ik weet het zelf al niet meer. Oh ja, het hooi. Dus dat ga ik nu even doen.